Zij staat voor de klas. Hij ook, maar nu even niet. Samen hebben ze één baan. Dit jaar zij. Dus hij nu even niet. Prettig geregeld. Zij is geen familie, maar wel kind aan huis. Ook hij is geen familie, maar hij huist er wel. En er huizen nog twee dochters in het buitenland. Prettig geregeld. Ik ben het liefste die met jou verder wil gaan. Ligt goed, mevrouw? De muziek naar uw zin? Kan ik verder nog iets voor u betekenen? Jazeker. Pak een boek en blijf vooral lekker rustig liggen, schat. Komt dat even goed uit? Laat ik daar nou net zin in hebben. Ja hoor, het is weer zover. Ik kan je er nou niet nog eens een keer duidelijk uitleggen? Ik heb het er al 10 keer uitgelegd. Trace leert het nooit. Ze moet het ding gewoon uitlaten. Gewoon uitlaten? Dat deed ze altijd al, vandaar dat er ingebroken is. Wij mogen trouwens ook wel uitkijken. Ja, je wou toch niet op zo'n ding, hè? Die gaan vaak af, ook als er niks aan de hand is. En wat is het gevolg? Dat er geen hond meer op afkomt. Hé, hey, een hond. Laten we een hond nemen. Ja, nee. Die ken ik, hè? Jij gaat lekker naar je werk en wie kan voor de beest opdraaien? Wie gaat het 3 keer per dag mee door de buurt hollen met stokken gooien? Deze jongen, bedankt. Nou, zet in ieder geval van die dievenklauw op de deur en de ramen. Ach schat, als ze erin willen, komen ze er toch wel in. En waarom zouden ze erin willen? Valt die toch niks te halen? Oh nee, wat dacht je van het schilderij van Tante Jo? Dat is geen stuiver waard. Oh, en de contoise dan? Die loopt niet eens. Ja, jij denkt er maar makkelijk over. Oké, ik zal eens een keer informeren. Oh, daar gaat hij weer. En zou je nou niet toch even gaan kijken? Waarom? Ze is toch thuis? Oh, misschien is ze even weggegaan. Dat het ding weer afgaat is het beste bewijs dat ze thuis is. Kijk, ze wil naar bed gaan, schakelt hem in... en dan gaat ze toch weer door het huis lopen banjeren... en dan begint hij weer. Oh, maar daar kan nog wel wat gebeurd zijn. Er is niets gebeurd, geloof mij nog maar. Mevrouw Huisman. Ah, Trace. Ja, is goed. Ik zal hem naar je toesturen. Ja, hero. Dat ding is weer uit zichzelf afgegaan. Uit zichzelf? Ja. Nou, ga er nou maar naartoe. Zo kunnen we ook niet slapen. Ja, hij komt eraan. Oh! Oh, sorry. Mevrouw Huisman, ja. Ja, fijn dat u nog even belt, ja. Ja, morgen is het zover. Heeft u nog bepaalde dingen nodig? Verduisteren? Oh, het lokaal. Ik wist niet dat u met dia's werkte, wat leuk. Moet ik voor projector zorgen? Oh, die heeft u. Ja, wij doen het regelmatig met heel uiteenlopende mensen. Oh, hè. Ja, uitstekend. U wordt om 2 uur van het station gehaald. Ja. Oh, wacht even. Waar herkennen we u aan?
Zwart koffertje. Ja, denk ook wel. Ik kan niet missen. Goed, ja. Afgesproken, ja. Ja, tot morgen dan. Goedenavond. Ja. Is daar iemand? Oh, niet die dood. Ja, die wil gewoon door de deur boven. Oh. Boris, ben jij daar? Kom maar naar beneden. Au, au. Hassan, wat is er gebeurd? Ja, de gik sloeg mij met een hockeystick op mijn kop. Een hockeystick? Hoe kom jij nou aan een hockeystick? Ja, uit de paraplubak. Paraplubak? Staat er dan een hockeystick? Al jaren. Oh, die moet dan van Monique zijn? Nee. Volgens mij is hij nog voor jou. En waar heb je hem gelaten? Hij ligt boven. Hij stond nog wel heel uit. Hé, hey, zullen jullie niet eens naar hem meekijken? Ja, laat eens kijken. Nou, dat is een flinke plek. Hey, waarom heb je dat gedaan? Ja, hij was een teambreker. Bij Trace? Nee, hier. Hier, hij woont hier. Kom mee naar de badkamer. Ik was mijn sleutels vergeten. Dan had je toch kunnen aanbellen? Ik wou jullie niet storen, anders liggen jullie nooit zo vroeg in bed. Daarom dacht ik ook dat je een inbreker was. Een inbreker? Wat valt er bij jullie nou te halen? Ho, ho. Wat dacht jij van het stilleven van tante Jo? En van de comptoise? Ja, dat ei is snot. Zoals gewoonlijk. Had ze er zelf gekookt? Nou, zeg, dat is toch jouw werk? Ik heb vandaag al genoeg te doen. 6 lesuren en een lezing. Oh ja, dat ben ik door de toestand van gisteravond vergeten. Zou jij vanmiddag om 2 uur die man even willen ophalen bij het station en hem naar school willen brengen? Jij denkt zeker dat ik niks beters te doen heb, hè? De vaat van gisteren is blijven staan, want wij gingen vroeg naar bed, weet je nog wel? De was moet nodig in de machine, de ramen moeten gedaan. Jij hebt het broodrooster gemold. En trouwens, ik moet vanmiddag zelf naar de stad. Nou, als je dan toch naar de stad gaat, dan is het toch een kleine moeite om die man even op te halen? Ja, maar jij hebt de auto. Oh, die leen je wel even van Trace. Dat oude lijk zeker. Laat ze het maar niet horen. Wat is het even voor man? Een ex-gedetineerde. Hoe bedoel je? Nou, precies wat ik zeg, een ex-gedetineerde. Iemand die gezeten heeft? Ja, en die komt vertellen hoe het leven in de gevangenis is met die ja's. Trekt hij het hele land weer door. Waar heeft hij voor gezeten? Dat weet ik niet. Wat doet dat er nou toe? Hij komt gewoon vertellen hoe moeilijk het is om terug te keren in de maatschappij. Weet je het echt niet? Waarom hij in de bak gezeten heeft? Nee, dat weet ik niet en dat wil ik niet weten. Het interesseert me niet. Waarom haal je eigenlijk zelf niet af? Nou zeg, ik geef toch les? Ja, tussen de middag scheelt een half uurtje. En wat zeur je nou? Iedere andere man had in zo'n geval al lang gezegd, goed, dat doe ik wel voor je. Ho, ho, wat bedoel jij met in zo'n geval? Nou, ik weet niet. Ja, ja, zeg maar, je knijpt hem. Jij durft niet met die man in één auto te zitten. Wat nou durft niet? Nou, zou jij het dan zo plezierig vinden? Nee, nou wordt hij goed. Je vraagt het me. Ja, maar jij bent een man. Dat is waar. Nou, je doet het wel even voor me, hè? Hoe herken ik hem? Oh, je zou hem er zo uitpikken, zei hij. Hij heeft een zwart koffertje bij zich. Oh, dat is heel duidelijk, zwart koffertje. Daar zit een diaprojector in. Dat zal dan wel, hè? Je doet het voor me? Ja, ik moet wel, hè. Stel je voor dat hij... Ik bedoel, je zou het me nooit vergeven. Wat ben je toch een schat? Ja. Hey, wat zie jij, Blake? Ja, vind jij het gek? Een of andere racist heeft mij een tik met een hockeystick op mijn kop gegeven. In wat voor land leven we eigenlijk, hè? Oef. Maar heb je er nog last van? Wat heet? Ik moet om 2 uur bij de dokter zijn, want ik vertrouw het niet. Hoe laat is het dan? Weet ik veel. Kort voor, dan moet ik weg. Doe jij dit even? Hé, wat moet ik daarmee? Ophangen. Ik moet naar de dokter. Ja. Klaar. Ik had ze net nog. Schiet nou toch op. Ja, maar je hebt er toch niks aan, want hij doet het niet. Ik heb hem vanmorgen nog geprobeerd om te starten. Waar zijn die dingen nou? Je hebt ze er nog in laten zitten. Hè? Een wonder.
Sorry dat ik te laat ben, hè. Zullen we meteen gaan? Gaan? Hoe bedoel je? U hebt toch in de gevangenis gezeten? Hé, hey, zeg man, kom nou, maak het een beetje. Gewoon, nu moet je mij hebben. Oh, ja, natuurlijk. Het koffertje hoort bij u. Ja. Zullen we instappen? Ja. Alsjeblieft. Ja. Taxi nemen we. Taxi! Ja, het is ook mijn auto niet. Het is veel op, maar... Ja. Hey, bedankt, dat is geregeld. Hey, wat krijgen we nou? Wat een boeven! Zie je dat? Ik ben Louis. Ik heb in de gevangenis gezeten. En ik werk bij het voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving. Dat is een project waar meer ex-gedetineerden werkzaam zijn. Ik wil beginnen met een dia-serie van de koepel in Haarlem waar ik zelf gezeten heb. Daar wil ik mee beginnen. Dus er kan nu het licht uit. Erik, wil jij het licht even uitdoen? Jongens, handen op de portemonnee. Ja. Moet dat nou? Ja, dat geeft niet door. Dat zijn we wel gewend. Ik heb zelf mijn goede jas ook maar hier niet op de gang gehangen. Want de vorige ben ik ook wel kwijtgeraakt op mijn school. Ja. Goed, dit is dus de buitenkant van de koepel. Daar hebben we er drie van. Ik heb dus in Haarlem gezeten. Het is ook zo'n koepelgevangenis. Je hebt heel veel plichten in zo'n gevangenis. Een van de rechten die je hebt is in ieder geval het luchten. Nou, dit is dan de luchtmuur. Jullie zien op een gegeven moment dat er een gedeelte bij gebouwd is. Dat is er eigenlijk gekomen op verzoek van de gedetineerden. Omdat er buiten in de vrije maatschappij het idee heerst dat het allemaal zo goed is in de gevangenis. En dat je daar hele leuke dingen kan doen. Dus elke dag klommen er wel eens een paar mensen over de muur heen. En die klopten dan bij je raampje naar binnen van, goh, is deze stel nog vrij, want ik wil graag naar binnen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje flauwekul. Het is binnen natuurlijk helemaal geen pretje. En mensen willen eigenlijk dolgraag, die binnen zitten, willen eigenlijk dolgraag naar buiten. En daarom is eigenlijk de muur verhoogd. Joris, hallo. Jij komt als geroepen. Ik krijg 60 gulden van je. 60 gulden? Waarvan? Ik heb dat oude koekblik van je naar de garage laten slepen. Er was geen beweging meer in te krijgen. Nou, dat geld kan je rustig op je buik schrijven, want ik had je gewaarschuwd. Je had hem toch moeten laten maken. Ja, laten maken, maar niet laten slepen. Oh, en hoe zou je hem dan naar de garage hebben gekregen? Ja, nou... zegt u maar, zegt u maar. Je zou het mij gevraagd hebben en ik heb het al gedaan. 60 gulden. Oké, ik probeer wel of Hanna daar op school een potje voor kan breken. Uiteindelijk heb ik voor haar die man gehaald. Zo is het. Zeg, en ik ben met de bus naar de stad gegaan. En kijk eens wat ik gekocht heb. Een nieuwe broek. Oh la la. Die heb jij niet gekocht, die heb jij gestolen. Wat zullen we nou krijgen? Plaatje zit er nog aan. Roest, ja. Dat heeft die winkeljuffrouw vergeten af te halen. Ja, ja. Ik wist wel dat jij nog kwiek bent, maar zo? Hoezo zo? Dat jij nog door het wc-raampje naar buiten kunt klimmen. Maar ik ben heel gewoon naar buiten gewandeld, hoor. Dat kan niet, dan had je hier niet gezeten, want dan was het alarm afgegaan. Nou, dat alarm is dus niet afgegaan, dus er was een defect of zoiets. Dan heb jij geluk gehad, want anders was jij opgepakt. En wat moet ik nou? Ja. Nou, geef maar eens hier. Ga je doen? Kijken of ik het eraf kan krijgen. Een mes. Voorzichtig. Voorzichtig, dadelijk schiet dat uit. Ben je zuinig op me? Denk aan mijn broek. Wat vond u het ergste in de gevangenis? Nou, het ergste in de gevangenis is dat je je vrijheid kwijt bent. Alles moet je vragen. Ja, zelfs toen ik nog zat, of je vers water mocht pakken. Heel vaak is dat gewoon het ergste. Je kan niet je vriendin, je vrouw, relatie bellen als kinderen ziek zijn, als mensen jarig zijn. Alles moet je vragen. Wij spreken zelfs het feit of je naar het toilet toe mag. Ja. Wil jij iets vragen? Ja. Mag ik even naar het toilet? Ja, ga ik gaan. Wil er nog iemand iets vragen? Ja, ja? Ik voordat u de gevangenis ingaat, had u een vrouw of een vriendin? Hoe ging dat eigenlijk? Ik had toen een vriendin, ja. En hoe ging het in zijn werk? Vond ze het leuk? Of vond ze... Ja, ik bedoel...
Ja, het zal natuurlijk nou, problemen gegeven. Ik heb er eigenlijk... Nou, in het begin heeft ze natuurlijk gezegd dat ze het niet leuk vond. Maar in het begin is ze strikt elke week gekomen. Ja. En toen werd het één keer in de twee weken. En toen werd het één keer per maand. En toen werd het eens... Nou, dus toen is ze niet meer gekomen. Helemaal niet meer opkomen? Nee. Oh, wat erg. En dus het is had... daardoor uitgegaan? Ja. Ja? Mevrouw, wilt u even met me meelopen, alsjeblieft? Ja, meneer. Maar dit is wel een misverstand, hoor. Ik heb hier namelijk vanmorgen een broek gekocht. Misschien kunnen we dat achter bespreken. Ja. Dat lijkt me voor u ook beter. U trekt nogal de aandacht. Ja, kijk, maar ik heb niets gestolen. Ik heb namelijk een getuige. Ja, als dat zo is, hoeft u zich geen zorgen te maken. Mevrouw, mag ik even kijken wat u in de tas hebt? Ja. Plaatjes er vanmorgen aan blijven zitten. Hé, merkwaardig. Ja, ik kwam thuis en ik zag dit. Als u met het plaatje een artikel de zaak verlaat, dan gaat het alarm. Nou, vanmorgen dus niet. Hé, en wat kwam u nu dan weer doen? Het plaatje eraf laten halen. Er zit trouwens een vlek op de broek. Het lijkt wel bloed. Ach, dat moet van Joris zijn. Die heeft namelijk geprobeerd om met een mesje het plaatje open te krijgen. En wat zielig nou. Joris, is dat te helig? Nou, laat die maar niet horen. U zegt dat u vanmorgen de broek gekocht hebt. Ja, vanmorgen om een uur of... Ja, mag ik de bon dan even zien? Jazeker. Ik denk dat ik de bon thuis heb laten liggen. Ik zal hem eventjes voor u gaan halen. Daar trappen wij niet in, mevrouwtje. Ik zal even de politie bellen. Hè? Wordt u nog steeds nagewezen met de vinger in andere opzichten op straat of zo? Nou, op straat valt dat wel, wel mee. Of ik heb voorlichting gegeven. Kijk, het is me wel eens gebeurd dat ik met een vriendin naar de bioscoop toe ging. En kijk, het is altijd een teerpunt van wanneer je vertelt een nieuwe relatie dat je in de gevangenis hebt gezeten. Als je zegt van, goh, ik ben Lobby en ik heb in de gevangenis gezeten. Zegt ze, nou leuk, maar ik ga gelijk. Hartelijk dank. Dus ja, zo moet je dus niet beginnen. Dus je moet het moment afwachten dat jij denkt dat het... Nou, dat moment was dus nog niet geweest in mijn beleving. Dus ik ga met haar naar de bioscoop en er komen dus wat jongelui van jullie leeftijd binnen. En daar had ik dus net die week voorlichting gegeven. Dus die beginnen gelijk tegen elkaar of tegen hun vrienden te zeggen van... Kijk, dat is die Bajersland, die is bij mij naar school geweest. Nou, na de film is zij dus naar huis gegaan en ik naar mijn eigen huis. En dat was dat? En dat was dat. Ja. Nee, ik heb die mevrouw hier vanmorgen niet gezien. Kijkt u nog eens goed? Nee, ja, zo zijn er zoveel. Hoe bedoelt u? Nou, ze heeft niets bijzonders. Gewoon gezicht. U wilt mij niet herkennen, omdat u dan toegeeft dat u dat plaatje vergeten bent van die broek te halen. Nou zeg, stelen nog praatjes ook? En dan zal ik u nog eens wat vertellen. Ik wil een nieuwe broek, want door toedoen van die zogenaamde verkoopster zit ik met een vlek van mijn buurman opgeknapt. Mevrouw, we spreken dit af. U gaat nu naar huis om die bon te halen en dan komt u even mee langs op het bureau. Juist. Je kan ze tegenwoordig net zo goed niet oppakken met dat cellentekort. Mevrouw kan zo weer lekker op de koffie bij de buurman. Toevallig ken ik Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier erg goed. En ik zal ze precies dit uit de doeken doen. Stop! Niet verder! Ik geloof dat er wordt ingebroken. Hoe weet je dat? Ik kwam de tuin in en ik zag nog net twee kerels naar binnen klimmen. Ja, maar waarom hebben ze niet tegengehouden? Natuurlijk niet. Als ze naar buiten komen, fotografeer ik ze en dan zijn ze erbij. Heb je de politie al gebeld? Ja, hoe kan dat nou? Ik kan hier toch niet weg. Ja, hoe lang sta je hier dan al? Een half uurtje, denk ik. Een half uurtje? Nou, dan zal ik maar eens naar binnen gaan. Hallo. Shh. Wat is het? Wat doen jullie raar? Er wordt hier ingebroken. Oh, ja, dat verbaast mij niks, hè? Dat krijg je als je geen alarminstallatie hebt. Ja, ga jij de politie maar even bellen. Ja, politie bellen. Dan gaan wij naar binnen. Okay. Ja, ja. Gaat u maar op voor. Ja, prima. Oh, nee! Kijk nou eens! Wat een ravage! Hier, mijn betaalkaarten weg. Ja. En de video weg. En de televisie. Hé, hey, nergens aankomen. Wacht even. Ja, zie je wel. Inderdaad, ja, had ik het niet gedacht. Je zei het al. Nou, ze zijn...
zijn door de achteruitgang gegaan. Terwijl jij aan de voorkant met je fototoestelletje stond te spelen. Ach, kan me nou maar, het had nog erger gekund. Erger gekund? Ja, jij mag nog blij zijn dat het geen kunstkenners waren. Je kostbaarheden hangen er nog. Wie weet hoe het er boven uitziet. Boven? Ja. Hoe moet je nou toch eens zien, mijn hele huis overhoop van een gaaijes. En zo'n rotzooi maken, waar is dat nou voor nodig, schofte? U hebt gelijk, het is een schande. Nou. Ze doen tegenwoordig maar wat. Ja, ja, en de politie, waar is die? Die is er ook nooit als je ze nodig hebt. Vuile, vieze, schvarrelke maradion. Vuile schofte, als ik ze in mijn poten kreeg. Wat is dit voor een land? Ze stelen links en rechts in de rand. Ze moesten de hand eraf haken dat ze ze niet meer kunnen uitsteken naar een ander zijn fototoestel. Wat zijn je fototoestellen weg? Alles! De politie komt eraan. Alle mensen. Is er wat weg? Is er wat weg? Hé, hey, mijn portefeuille. Wat? Die lag in de tuin? Ja, leeg. Oh. Geld weg, paspoort weg. Alles. Ik ben failliet. Wat moet ik nou? Ah, zo'n vaart zal dat wel niet lopen. De verzekering betaalt de schade. Ja. Die hebben geld zat. Maar ik ben niet verzekerd. Ja, sorry hoor. Maar dan heb je het aan jezelf te danken. Wat? Ze jatten alles voor mij. En ik heb dat aan mijzelf te danken. Goedemiddag. Kijk eens wie we daar hebben. Meneer Louis. Laat u dat maar even aan ons over, meneer. Meneer Louis, die het altijd zo keurig deed. Je hebt er dit keer wel een puinhoop van gemaakt. Dat waren we niet van je gewend. Valt niet mee, hè? Om op het rechte pad te blijven. Nee, heren, wacht even. Dit is dat bedoel ik nou. Over hun geld gaan we eens een lief altijd een lief. Ik heb de bon. Agent, ik heb de bon. Houdt u hem even in de gaten. Kom mee. Waar gaat hij nou naartoe? Ik heb de bon. Dat is mijn alarm. Dus jij hebt er wat mee te maken. Sam. Waar zijn mijn spullen? Hoe moet ik dat weten? Ik weet nergens van. Ik kom hier alleen maar koffie drinken. Jij, ja. Jullie spelen toch zeker allemaal onder één deken, hè? Wie is de vent eigenlijk? Kan ik nog iets voor u doen? Nee. Ben ik even blij dat het bij mij loos alarm was? Wat ben jij aan het doen? Ja, het idee dat ze hier rondgelopen hebben. Het is gewoon dat ik ze nog ruik. Ach, nou neem nou maar een kopje koffie. Ja. Ga je doen? Even afspoelen. Zal ik even... Nou, ik haal ze net schoon uit de kast. Ja, maar met die inbrekers. Daar zijn ze toch niet aan geweest? Ja, dat doet er niet toe. Het is gewoon het idee. Nee, ze zijn aan mij ook niet geweest, maar ik ga wel even onder de douche, want ik voel me vies. Ze hebben hier gewoon rondgelopen, ja, met hun vieze tengels overal aangezeten. Geef nou maar even. Nee, laat maar. We hebben in de lade gekeken en tussen je ondergoed of er misschien 100 gulden tussen zat. Lag er 100 gulden tussen? Nee, natuurlijk niet. Joris, nou zou je het hebben. Hassan, ik heb nou iets, daar zullen jullie van opkijken. Ja, jij ook. Hé, waar is je verband? Ja, de dokter zei dat hij zo vlugger geneest. Joris! Anna, komt dat zien. Waar ben ik vanmiddag tegen aangelopen? Wat heb ik voor een zacht prijsje op de kop kunnen tikken? Ter beveiliging van mijn eigenste schat. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta. Ganzen? Wat moeten we nou met ganzen? Onze alarminstallatie. Geen gedoe met elektronica. Puur natuur. De meest waakse installatie ter wereld. Nou? Een fantastisch idee. Dat je daar niet eerder op gekomen bent. Nou. Tot onder de kussens zijn ze geweest. Kijk nou. Ze hebben nog zo gezegd dat we niks mochten aanraken. Laten we die rotzooi toch opruimen. Dat mag niet. De technische dienst kan morgen pas komen voor de vingerafdruk. Belachelijk. Dan zullen we door de hele nacht in die troep slaan. Nou, personeelsgebrek. Nou, daarom zullen ze zich nooit vangen. Dus we kunnen die rotzooi net zo goed opruimen. Oh, jij maakt het tuig wel erg makkelijk, zeg. Je moet nog eens een inbreker op school uitnodigen. Nou, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, niks. Dat weet ik ook wel. Nou, zeur dan niet. En hou er nou maar over op. Ik ben doodmoe. Nou, welterusten dan, hè? Sorry. Je kunt nu in ieder geval veilig slapen. Wat krijgen we nou weer? Inbrekers? Ach, wel nee. Dacht je dat die terugkwamen? Nou, wat dan? Weet niet veel. Ga eens even kijken. Ja, zeg, kom, ik lig er net in. Die houden zo wel op. Ja, ze maken de hele buurt wakker. Heb je ze wat te eten gegeven? Oh, helemaal vergeten. Hier, sorry, dat heb je wel. Ja, hallo? Ja, is goed. Ja, ik zal het zeggen. Ja. Dat was Trace. Ze kan niet slapen. Of je alarminstallatie wil afzetten. Nee, ja.
Oké. Ik ga al. Ik zou toch maar even een hockeystick meenemen. Ja.